grande. Want dit is een grote dag. Porque es un día muy grande. Dit is de dag wat ons weer kies om het oude leven. Es el día en que decides. Achter te laten. A dejar tu vida vieja atrás. En Jezus te volgen. Y seguir a Jesús. Amen. Er is niemand beter die wij kunnen volgen. Y no hay nadie mejor que podamos seguir. Ook al heeft hij geen Twitter-account. Aunque no tenga Twitter. Hij heeft de meeste volgers in de wereld. En hij is de belangrijke persoon die je kan volgen. Zijn naam is Jezus. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der heersen. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Messias. Hij is de Zoon. Hij zei, wie van dit water drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. Hij is degene die zei, wie gelooft en zich laat doven, zal gered worden. Hij is degene die zei, wie eet van dit brood, zal nooit sterven. Hij is degene die zei, tegen Martha, Martha, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, ook al is die dood, zal die opstaan. Dus we hebben zoveel beloftes. En dat is de keuze die je vandaag hebt gemaakt om te gaan dopen. Volledig deelnemer te zijn. Zeg, je hebt zoveel beloftes. Amen. Zoveel beloftes. Ik ben geen dienaar meer. Maar vrienden. Pero amigos. Ik ben jullie vrienden. Dus vandaag heb je gekozen. Entonces hoy escogiste. Om deze beste vriend te volgen. A seguir este mejor amigo. En degene die hier is en nog niet heeft gekozen. Y los que están aquí todavía no. Dat je vandaag is ook zo'n dag dat je kan kiezen voor Jezus. Vandaag is een dag dat je ja kan zeggen tegen Jezus. Want het is de beste beslissing die iemand kan maken. De vreugde die je ervaart met Jezus is onbeschrijfelijk. De kracht die Hij jou geeft is niet te meten. Halleluja. De veranderingen die Hij brengt. Heb je nooit ergens anders gezien. Nunca antes lo habías visto. Hij heeft beloofd. Él prometió. Ik zal met jullie zijn. Yo estaré con ustedes. Tot aan het einde van de wereld. Natuurlijk heeft Hij niet gezegd dat alles goed gaat lopen zoals jij het verwacht dat het gaat lopen. Hij heeft je ook niet gezegd dat je miljoenen op je bankrekening zou hebben. Anders zou de banken hier vandaag voller zijn. En zou je meer mensen in de wereld zien. Want de wereld is zo gefocust op materiële zaken. Des te meer ze hebben, denken ze, des te blijer ze zijn. Maar jij die dit vandaag hebt gekozen. Je weet dat de ware vreugde. De ware blijdschap. Komt niet van je bezittingen. Maar het komt van Jezus Christus. Het is niet afhankelijk van dingen die je hebt. Maar het is afhankelijk van die persoon die je draagt. Jezus Christus. Oh, halleluja. Kracht ontvangen. Wanneer de geest op jou komt. Het is een kracht die de wereld niet kent. En het is een kracht die de wereld jou niet kan geven. Jezus Christus. Laten we even opstaan en hem hoger, hoger. En een applaus. En vader, noem mijn vader. Dank u voor het leven van zuster Nalice. In de naam van Jezus, vader. Vader, ik dank u voor alles wat u vandaag gaat doen, Heer Jezus. Ik dank u, Heer Jezus. Vader, voor onze zuster. Voor onze zusters allemaal hier. Onze broeders hier die vandaag de vaderschap hebben genomen, Heer. Vader, ik dank u in de naam van Jezus. Zegen me, vader. Zegen me op een boek.
Amém.
Dios todos los días de tu vida? Por la decisión de su boca, la confesión de su boca, la decisión de su corazón, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.